Yo kijkers van Dutch Gaming en welkom bij weer een nieuwe video van Hardcore Survival met Tije en Jeroen. Woe! Oftewel Preyando. Oké. Ik ga naar buiten. We hadden de eerste nacht overleefd en ik zie daar een varken lopen, dus ik ga er even op af. En ja, ga jij dit varken? Ik denk dat we het wel meer dan 7 video's volhouden. Ja, we hebben nu, dit is al de tweede aflevering, dus... Als we gewoon elke nacht gaan slapen, is het niet zo moeilijk. Ja, maar we moeten op een gegeven moment ook caves in en de Nether. En daarvoor zie ik wel problemen. Ja, want geloof me, ik in de Nether is hetzelfde als iemand die voor de eerste keer Minecraft speelt. Echt? Ik kan het wel. Ik ben wel vaker in de Nether geweest, maar ik ga eigenlijk altijd gewoon standaard dood in de Nether. Ik niet, ik ben ziek goed in de Nether. Nether is echt mijn favoriet. Ja, maar ik spring altijd gewoon de lava in. Dan denk ik, daar kan ik heen. En dan is het, oeps, daar ligt lava. En dan is het te laat. Dan ging ik zwemmen en dan word ik geroosterd. Ook gezellig, maar niet het idee wat we gaan doen. Ik ga even de omgeving verkennen. Ja, ik ga de ondergrond verkennen. We zitten best hoog, dus we moeten best een diepe gang naar beneden. Dieper! Doe het nog eens een keer. Ga dieper! Het is zo debiel. Nee, jouw lachje is lekker, wil je zeggen. Die. Nee, die. Fuck. Oh my gosh. Die net deed. Oh my gosh. Nu ga je heel gay doen. ik wou een antwoord geven, maar dan wordt Remco boos. Jij bent echt evil. Ik knip dat er even uit. Maar ga verder. Ja, heel verstandig. Pickaxe. Oh ja, en ik ga heel vaak dood in caves, dus dat is ook geen succes. Daarom maak ik liever eigenlijk mijn eigen gangen, want dan ga ik nooit dood. Waar ga je niet dood? In mijn eigen gangstelsels. Ik raak al even dwaald, maar dat is een ander verhaal. Ik heb hier pompoenen. Die kunnen we plaatsen op je hoofd en dan word je ingezien door zombies. Niet? Nee. Echt? Yep. Zijn ze daarvoor? Weet ik veel. Ik doe hem altijd wat op en ren op de zombies af, maar ze boeien mij nooit wat, volgens mij. Dat zijn vriend ooit tegen mij. Ik heb geen idee wat hier. Ja, ik weet, ja, je kan pompoenentaartjes mee maken. Je kan het op je hoofd zetten, maar verder weet ik het nut er ook niet van. Nog. Hey, ik weet niet eens waar mijn. Oh, lek. Oh nee! Nee! Oh, ziek lek. Even kijken hoor. AF3. Oké, beter. Ik had zieke lek. Ik had nergens last van. Ik denk dat je dan gewoon dat die de chunks niet wou laden. Ja, dat bedoel ik. Ja. En we gaan dieper en dieper. En nog dieper. In welke zin? Nou, in de grond in. Welke andere? Ik ben het huis kwijt. Nu al? Ja. Ik weet echt niet waar ik ben. Zit je nog steeds in de bergen? Ja, ik zit ergens bij rare varkens. Kijk, meeste mannen kunnen de weg nog wel makkelijk terugvinden. Die zijn best wel goed daarin. Maar ik begin af en toe nu met twijfels te krijgen of je nou een echte man bent. Weet ik ook niet. Oh, daar kom ik vandaan. Ik weet al weg. Nou, als je het zelf al niet weet, dan is het ook niet goed. Dieper! Ga dieper! Klinkt... Ik dacht eerder dat een vogel dat zei. Hoeken. Ga jij mij nu gewoon vergelijken met een fucking vogel? Nee. Jawel, dat deed je net wel. Ja, klopt, maar oké, je maakt niet uit. Het gaat om het idee. Ja, lul er maar snel overheen, ja. Zou ik ook doen. Ik zie een zombie, shit. Nee, ik heb letten. Oh, ik ben bijna dood. Kijk je in de spiegel. Dat is ook. Ik ben nu al bijna dood. Jij hebt al het eten meegenomen, niet ik. Ik heb niks. Ik heb helemaal alle spullen meegenomen, dat is het punt. Nou ja, als je dood gaat, dan win jij ook nog. Dan ben jij nog het dichtst bij... Ik zit op 39. Ik begin aardig te zakken. Ik ga dieper! Oké, serieus, waar ben je? In de grond. Ja, dat snap ik, maar... In die gangenstelsel wat we begonnen waren vorige aflevering. Maar daar ben ik gewoon naar beneden. Ik ben serieus de weg kwijt. Oh, are you fucking kidding me? Dan moet ik dat hele pleurencent omhoog. Dat zijn 50 blokken omhoog. Wacht. Is het daar? Dat weet ik niet. Ik weet niet waar je bent. Oh, ik ben bij jungle. Jungle?
Ja. Ik denk dat je dan de hele verkeerde kant op bent gelopen. Ik denk wat zijn je coördinaten? Even kijken. Mijn x is min 450. Mm-hmm. Of nee, min 400. Kijk, 40. En mijn z is 577. Je x moet 325 zijn. Oh, dus dan ga ik wel nog 325. Min 325. En je z moet 15 zijn, plus. Oké, dan ga ik even, dan weet ik al waar ik heen moet. Ik zie het huisje. Ja? Ja. Dat zie je snel in één keer. Ja, ik heb groot... Oh, daar. Heleer. Komt een man bij de dokter. Mm-hmm. En die gaat dieper. Dieper. Gaat dieper. Oh, die is ook leuk, die. Wil dat dieper gaan, of... Oh, ik ga niet naar beneden. Ga je niet dieper? Oh, het wordt avond naar boven komen. Ik ben al boven. Echt? Ik stond net in de deuropening. Hi. Zo, ik lig. Ja, ik heb iron. Ik ook. Ik heb een iron pickaxe gemaakt. Kom liggen. Oké. Okay. Ja. Zo. Nou, ik ga de mijn weer in. Ik voel me net zo'n mijnwerker. Doen we nog iets langer de video of stop hem alweer? Zit wel op 10 minuten dan? Denk het, want het is nacht geworden weer. Nee, we zitten niet op 10 minuten, want we zijn halverwege die dag gestart. We kunnen ietsje langer, denk ik. Gewoon omdat het kan. Moet ik pickaxe maken voor iedereen, voor een iron? Ik heb al zelf een iron pickaxe. Wat je kan doen is... Ik heb nog 10 iron in de chest, had ik liggen. Ja, dat had ik gepakt. Oké. Iron sword sowieso. Want we moeten onszelf kunnen verdedigen. Zo prettig. Auw, hoofdpijn. Ja, en ik wil zelf ook even een iron pickaxe. Ja, voor jezelf kun je het wel doen inderdaad. Maar we hebben sowieso al bij iron sword nodig. Dan loop je nog steeds met een houten zwaardje rond. Ik heb al iron sword. Oké. Okay. Ja, ik liep met een stenen hond. Dat is iets beter. Zo. Ja, wat dan nog meer? Je kan even een stone hoe maken. Dan kunnen we beginnen aan de farm. Ik heb wat seeds in de chest. Ja, ik ga een iron bel maken, denk ik. Een iron wat? Bel? Ja, zo'n bel. Kan ook inderdaad. Een stone axe. Even kijken, ik zit bijna op diamond level. Echt? Ja, ik zit nu op 13, 12. Ik heb er 4, ik kan schoenen maken voor iemand. Op welk level hak jij eigenlijk altijd diamonds? 12, 11. Ik zit nu op 10. Nee, ik zit ook meestal 12, 11, 13, ja, 9 soms. Dat is een beetje diamond level. 12 is volgens mij het echte. Oké, ik ga even vragen aan de kijkers. Als een van jullie weet waar... wat diamond level is, laat me even weten. De exacte diamond level waar je het meeste vindt. Is dat 13, 12, 11, 10, 9? Ik gok 12, wat denk jij? Ja, ik heb 10, 11 zit ik meestal. Ja, kies iets. Kijk wie de wint. Nou, zou ik zeggen 10. Oké, ik denk 12. Ik ben door mijn torches heen. Hey, cave. Redstone. Dat is interessant. Oké, ik heb redelijk wat spullen hier. Dus... Wat is dat? Creeper. Help. Nou, dan gaan we de video stoppen als je even naar boven komt. Ja, dat duurt nog wel even. Wacht even. Even iron hakken. En dan moet ik heel snel vluchten voor een creeper. Zo, anders sluit je hem gewoon af, dan blijf ik wel even beneden, denk ik, anders. Ja, is goed. Ik doe even een pompoen op mijn hoofd. Dan doe jij een pompoen lekker op je hoofd. Eng. Oké, jongens, dat was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef een like, blauw duimpje omhoog. Like deze video, dus deel, abonneer, reageer. En dan zien we jullie volgende keer weer terug.
Doei. Tot de volgende keer. Ciao. Yo, en leuk dat je hebt gekeken naar een nieuwe video hier op Dus Gaming. Als je deze video nou leuk vond, geef dan een like. Reageer, abonneer en favoriet en deel deze video met al je vrienden.